Goedemorgen, middag, avond, wanneer je ook kijkt, meester volgers bij een nieuwe vlog voor deze week. Misschien gaan mijn vlogs ooit super dik, neem ik genoegen met lokaal. Meester vlogger, meester vlogger. Het ziet eruit alsof ik net uit mijn bed kom, dat is niet helemaal waar, maar ik heb gewoon geen ritme meer. Het is nu 2:30 en ik zie eruit als een junkie, wel een junk. En mijn kapsel, mijn baardje, alles erop en aan, ziet er niet goed uit. Ik heb ook een shirt aan van I Love Amsterdam. Yes, I do. Yes, I do. Vandaag komt Sarah langs en dan gaat ze me even knippen. Dus dan ben ik weer helemaal fresh. Wallen. Dit zijn de wallen van een vader die net vader is geworden. De hele nacht is hij wakker geweest. Overdag ligt hij lekker te pitten. Dus zijn ritme is nogal lastig. Nou ja, hij werd eigenlijk gewoon overgezet. Ik moet hem wel doorspoelen. Ja, dat is... Ja, daarom ook. Je lijkt wel een pruik. Mijn ogen vallen. Sorry. Dat ik wel af aan het zwemmen ben, man. Vind je dat de helft of doe je het in lagers of zoiets? Nee, dit is de helft. Ja? Ja, korter ga ik het in knippen hoor. Dan hebben we wel verschillende helften. Te lang. Is het niet een klein sneetje hier? Maar wel hè? Nee. Nou oké, maar ja. Nee. Doe je dit nou omdat de camera aan staat? Nee, gewoon serieus, het prikt als een malle in mijn nek. Ja, dan komen we jouw overgevoelige huid. Die Mason ook heeft. Mason is helemaal droog. Hij is gewoon letterlijk helemaal uitgedroogd. Hij is niet meer van zijn moeder, jij bent ook droog. Ja, dit is nog korter. Het is eigenlijk kort. Nog korter? Ja. Zo, dan ging een hoop af. Ja, jij wel het korter. Jij krijgt het korter. Voor alle mensen die denken, hey, wat doet die meester nou thuis om 4:10? Hè? Het is allemaal werktijd. 4:10. 4:10. Oh, in spiegelbeeld zie ik het verkeerd. Het is natuurlijk zo dat ik op verlof ben. Ja, ik ben nu met verlof. Ik ben in mijn verlof. En alles is weer fresh. In ieder geval, ik ga nu naar mijn school en ik haal eventjes 2 leerlingen op. Dan gaan we naar de opnames van een film van meester Yasin. De film heet De Vermissing. Kijk het op Insta, volg de page even en hou het in de gaten. We gaan kijken of we een klein bijrolletje kunnen krijgen. Ik neem 2 leerlingen mee, hoe zeg je dat? Toppers! Deze 2 strijders willen even iets zeggen, of 3 strijders, zeg even iets, man. Hey, volg deze man, kijk zijn dingen, alles, jullie weten. Je moet checken, je moet het checken. Ja, oké, maar gaan jullie slagen? Ja, toch. Bijna examen, hè? Komt goed. Oké, sterk man, boys. Hey, rustig. Ik ben hier met best conciërge van Nederland en hij wil eigenlijk niet op de camera. Niet van Nederland, van Amsterdam, hè? Amsterdam, maar ik heb hem overhaald toch op de camera te komen. En laatst dan Chelsea en Bonnie komen zo. Ik ga ze meenemen naar een videoopname. Wil je ze hier naar me toe sturen? Ik sta daar. Waar, zei je? Op de hoek daar. Nee, hier. Dit kan niet. Kan niet, man. We zijn met de auto of de fiets? Wat? Gewoon auto. Gewoon auto, ja. Ja, maar dan wil je nog iets zeggen tegen iedereen. Adios. Adios, oké. Dat was jarig geweest gisteren. Dat was jarig? Ja, gisteren. Gefeliciteerd. Dankjewel. Jan. Hij was hier gisteren. Te maken? Hier zijn de... Oh, sorry, ik onderbreek je even. Hier zijn de sterren die meegaan naar de video. Hoi. Bonnie en Chelsea. Oké, neem jullie even die vlogcamera over, ja? Neem even die camera over, ja? Een beetje vloggen. Wel goed vasthouden, hè? Ja, ik ga nu laten. Ik kom. Ik zie je niet eens. Wacht. Dus ja, we gaan volgens mij naar... Chelsea! We gaan naar Media College. I want the ladies! Ja. Kijk uit voor die camera. Hallo, die camera is duur, hè? Nu ga ik mijn verhaal vertellen. Ja, maar jullie kunnen achterin eventjes alvast. Oh, we gaan met de auto? Ja, even een stukje snel. Oké, we gaan lekker met de auto. Alsjeblieft, meester. Is goed. Gooi SO dan. SO naar mijn moeder. SO naar Jesse, Nino en Jiri. Meneer, wanneer komt hij online? Dat weet ik nog niet. Misschien komt hij nooit online met jouw hoofd. Oh, wat leuk. Ik weet niet zeker. Anders is die SO voor niks. Ja, daarom. Dan komt er wel een nieuwe. Oké, later jongens. Later, meester. Hey, meester. Hi. Oké, ladies. Zijn jullie klaar voor? Ja hoor. En we zijn aangekomen bij Media College, dames en heren. Achter de schermen, met nog steeds Chelsea, Bonnie en we hebben Jasmijn. Een leerling van meneer Yasin. Hey, daar is meester Yasin. Nog live. We zijn live. We zijn op de set bij meneer Yasin.
Meester Yasin. Ja man. En vertel wat over je film. Ik mag bijna niks zeggen, maar het wordt een hele spannende serie. Ik heb zelfs deze meester weg moeten sturen van de set, toch? Jullie moesten weg, omdat het laatste stukje echt geheim is. Het wordt een super vette thriller op een middelbare school. Ik zeg één ding, er verdwijnt die jongen. Het wordt reuze spannend. En jullie hebben een rol zo, hè? Ja, we gaan zo meteen nog... Komt het op 3 of...? Het komt op YouTube, maar daarna ga je zien dat de wereld... Het wordt een film of een serie? Een serie. Een serie. Oh, ik ga snel opnemen, jullie zo, ja? Ja, goed. We zijn hier achter de schermen nu. En daar wordt opgenomen. Wij krijgen straks ook een kleine rol. En vanaf nu moeten we zachtjes doen, want we gaan beginnen. Wat is jouw rol? Gewoon echt awkward. Nee, achter de schermen. Oh, nice. En je bent ook wel eens in het vlog van meester Yasin geweest, hè? Ja, af en toe een beetje. Ik heb je wel eens gezien volgens mij daar. In Antwerpen. Oh ja, klopt. Toen vooral in Antwerpen. Nice. Chelsea zoekt het gelijk op. Ja, ik heb het al gezocht. Ik heb het ja, kijk, laat het even zien, hè? Hm? Hier, dames en heren, de vermissing. Ga daar naartoe, volg het en dan kan je alles bijhouden. We zijn bij de CNA. Hadden we hier mogen spelen, leuk hè? Ja. Ik zat meester Yasin. Ik let er niet op. En de crew. Kijk, professioneel allemaal. Nog een paar spelers. Ja. Is het nu? Ja, is het nu. Echt? Maar we zijn hier op de set, je weet zelf. We gaan er weer van tussen, we hebben jassen weer aangetrokken. Hier nog een paar mensen achter de schermen. Hi. Ik herken jullie wel, tenminste, jou sowieso, van vlogs van Mr. Yasin. Ja. Hè? Ik ben zo moe. Maar dit doen jullie zo vaak met Mr. Yasin en dan word je nu ongemakkelijk. Nee, dat is het niet. We gaan ontstoken oog. Om een mooi beeld te komen. Oh, oké. Okay. Nee, Mr. Yasin, we gaan... Dat is wel wat, hè? Mr. Yasin, we gaan vandoor weer. Ja, tot als jullie waren. Doe je best, man. Tot snel. Volg meester vlogger en zorg even dat die clip moet minimaal 100.000 views hebben. Check de clip van meester vlogger, doe je best en druk even op die play knop. En we moeten, wat is eind april? 100.000 views, ja? Ja, goed. Ja. En dan ga jij nog een nummer maken. Bij 100.000 mag je pas 100%, dat is goed. Dan pas. Ha, we zitten weer in de auto. Ik zat bijna boete geklemd. Ik heb denk ik wel een boete gekregen eigenlijk. Nee, dan zou er een bonnetje staan. Chelsea, ik zie je niet. Hi. Ik denk wel een boete gehad, maar ik hoop van niet. Nee, er zit geen bon meer op je auto dan, hè? Is het allemaal veranderd. Oh ja, serieus? Ik heb snel 25 cent erin gegooid. Ja, ze rijden zeg maar met zo'n autootje langs en dan scannen ze juist. Ik heb snel 25 cent erin gegooid, dus als ze net zijn geweest, dan heb ik geluk. En anders boete. En dan gaan we wel door 3 delen. Ja. Wat? Ik vergeet te parkeren. Oké, is goed. Ik betaal wel alleen. In ieder geval, hebben jullie een beetje, wat vonden jullie van de set? Wel het was wel leuk, maar we hebben echt letterlijk een uur stilgezeten of zo in het kamer. Ja, we hebben niet zoveel gedaan, want ik kreeg figurante rol. Maar ik vind het nog steeds leuk. Ja, toch? Hoe het er allemaal aan toe gaat op een filmset. Ja. Oké, ik ga snel jullie naar Rai brengen, helaas. Oké, bye. Je hebt een tas. Wil jullie nog wat zeggen? Is het laatste? En zo naar Danique Bonk, Eline van Dijk, Tacy Rijkman. Kijk, nu ga je het weer lang maken. Punt Goud en Chelsea van Wijk. Chelsea Veewijk. Oké dan. Bij deze ga ik die vlog afsluiten. Nou, en blijf abonneren. Blijf die play button drukken van die clip. Een paar jongens gaan hier de vlog afsluiten. Oké, maar nu even serieus afsluiten. Wat moeten ze doen allemaal? Abonneren en liken. Oké dan, sterk. Sterk. Oké dan. Ik zie ziet het, chaos in de buurt. Misschien gaan mijn vlogs ooit super dik. Neem ik genoegen met lokaal. Meester, vlogger, meester.